Ik denk dat we maar gaan beginnen. Dan wacht ik even op het scherm. Ja. Ja, goedemiddag allemaal en welkom bij deze online meeting van VNO-NCW en MKB Noord en Impact Noord. De meeting met waar zit de winst van impact ondernemen? Wat levert het je op? Wat kost het je wellicht en wat voor belang hebben we er eigenlijk bij? Wij als ondernemer, maar misschien ook wel de wereld of wel meer. Nou, daar gaan we vandaag het over hebben. En ik hoop dat jullie lekker zitten. Ik zag al een aantal mensen even dat 4 uur momentje, even lekker iets eten. We gaan vandaag heel veel horen over allereerst wat impact ondernemen is. Maar vervolgens gaan we in gesprek met 2 impactvolle ondernemers. Adriaan Pauls en Douwe-Jan Boersma. Jullie horen straks nog veel meer over ze. En wat is ons doel nou? Nou, we willen dat jullie weten wat impact ondernemen volgens ons is. Maar ook vooral wat jij eruit kan halen in je dagelijkse praktijk. Mijn naam is Evelien Bouma, ondernemer en vandaag jullie host. En ik wil meteen eerst even naar de initiatiefnemers gaan van dit event. Dat is Jan-Willem Bennekes van Impact Noord en Sandra Pot van VNO-NCW MKB Noord. Jan-Willem, om bij jou te beginnen, waarom moest deze meeting er komen? Nou, sowieso superleuk dat er zoveel mensen zijn. Heel tof om te merken. Ja, waarom moest dit er komen? Volgens mij moet er helemaal niks. Maar het is heel gaaf om te zien dat er zeg maar 2 ondernemersverenigingen zijn in Noord-Nederland die zich allebei druk maken over de maatschappelijke en ecologische rol van ondernemerschap. Wij vanuit Impact Noord is dat echt zeg maar, de kern van wat wij doen. Maar VNO-NCW heeft ook recentelijk echt een koerswijziging gepubliceerd waarin ze echt voor brede welvaart gaan. En de gesprekken tussen ons lopen al wat langer. En we hebben begin dit jaar besloten om daarin ook echt gewoon samen te gaan werken. Dus dit is eigenlijk een beetje de officiële aftrap van een goede strategische samenwerking tussen Impact Noord en VNO-NCW MKB Noord. Om dit onderwerp gewoon meer onder de aandacht te brengen en echt te laten zien dat je zeg maar, door maatschappelijke impact te maken ook echt gewoon economisch het goed kan doen. Ja. Economie en maatschappij samenbrengen en daar impact in maken. Sandra, wat hopen jullie met deze eerste de meeting, de kick-off meeting te bereiken? Ja, dat heeft Jan-Willem eigenlijk al ook al een beetje gezegd natuurlijk. We hopen gewoon heel veel ondernemers te inspireren en aan het denken te zetten en te enthousiasmeren om nog meer met maatschappelijk ondernemen of impact ondernemen te doen. We weten natuurlijk dat ondernemers al heel maatschappelijk betrokken zijn. We sponsoren de lokale verenigingen vaak. Ze zijn betrokken bij hun medewerkers. Dus ze zijn al maatschappelijk betrokken. Maar we denken dat je door inspirerende voorbeelden te horen van ondernemers die echt vanuit impact ondernemen, misschien er nog wel een tandje bij zou kunnen doen. Of weer geïnspireerd raakt om nog een stapje verder te zetten. Ja, mooi. Ja, want je zegt, een aantal van ons zijn er al mee bezig. Dat zien we ook terug in de gastenlijst. Dus super tof dat de ene is al heel veel bezig met de maatschappij en de wereld. En de andere is daar in een startende fase. Jullie thuis ook welkom. Ik zei het net al, zet je camera aan, zet je microfoon uit. Dit wordt opgenomen, zodat ook andere ondernemers dit later kunnen terugkijken. En die link die ontvangen jullie in een mail na deze meeting. En dan kan je ook contactgegevens vinden van beide partijen. Heb je een vraag tijdens deze meeting? Stel ze in de chat. Schroom niet. Ik ga proberen alle vragen te beantwoorden. Te laten beantwoorden, moet ik zeggen. Daar gaan we ons best voor doen. Dan gaan we eerst beginnen met een korte introductie over de definitie. Waar hebben we het nou precies over? Jan-Willem, kun je ons meenemen in het thema. Wat is impact ondernemen volgens ons? Even mijn scherm delen. Want we hebben daar een mooie presentatie voor klaarstaan. Nou, welkom allemaal. Wat is impact ondernemen? We hebben wel gezien dat er steeds meer ondernemers zijn die de maatschappelijke of ecologische zaken die ze doen, dat ze daar graag effect op willen bereiken. En die groep ondernemers die zeg maar met hun bedrijfsmodel graag aan een maatschappelijk of ecologisch probleem werkt, die noemen we eigenlijk impact ondernemers. Maar wat is nou eigenlijk impact maken? Want het woord impact wordt natuurlijk voor van alles en nog wat gebruikt. Ik hoor nog een microfoon aanstaan. Zou dat kunnen kloppen? Iedereen even wel opletten dat de microfoon uitstaat.
Dus het woord impact wordt natuurlijk onwijs veel gebruikt in de breedte en het lijkt een heel containerbegrip. Maar als wij het hebben over zeg maar, impact in het kader van ondernemerschap, dan hebben we het echt over welke positieve bijdrage lever je als bedrijf aan de maatschappij of aan de leefomgeving. Dus natuurlijk een sociale impact maken, mensen helpen, armoede bestrijden, ongelijkheid tegengaan, mensen aan werk helpen, zorgen dat verschillende doelgroepen inclusief er weer bij horen in de samenleving. Maar je kan ook aan de kant van het ecosysteem of de planeet impact maken. Denk aan het bevorderen van biodiversiteit, circulair produceren, materiaal hergebruiken, voedselverspilling tegengaan. En uiteindelijk gaat het erom dat je dus met je bedrijf een positieve bijdrage wil leveren. Nou, het impactondernemers zijn eigenlijk onderdeel van een grotere beweging die ook wel de betekenis-economie wordt genoemd. En de betekenis-economie is eigenlijk gewoon de brede beweging die verschuift eigenlijk van het richten op puur financiële winst naar het leveren van daarnaast ook maatschappelijke of ecologische waarden. Nou, ook, ik noemde net al hè, de koers van brede welvaart. In Nederland wordt daar steeds meer over gesproken. In het noorden, in bijvoorbeeld de regionale innovatiestrategie, die is heel geënt op brede welvaart. Samenwerkingsverband Noord-Nederland is er opgericht. De VNO heeft met die koers ook uitgezet. We hebben in Nederland tegenwoordig ook. Jan-Willem, je staat op mute. Nee, iedereen werd gemute, zag ik. Ja, sorry. Ik heb mezelf weer even In ieder geval, in het verleden stuurden we in Nederland heel erg op het bruto binnenlands product. En we zijn steeds meer aan het kijken welke indicatoren kunnen we eigenlijk nog meer meten in Nederland. Om niet alleen zeg maar, op het geld en het inkomen te sturen, maar ook echt op die brede welvaart. Zeg maar, zijn mensen gelukkig? Zijn ze blij met hun leefomgeving? Voelen ze zich onderdeel van de maatschappij? Zien ze perspectief voor zichzelf enzovoort. Nou, en in de betekenis-economie gaat het niet meer alleen maar om zeg maar, die financiële waarde, maar gaat het ook echt heel erg om het toevoegen van betekenis, verschil maken en het echt oplossen van problemen. Nou, wat zijn dan die impactondernemingen? Wij gebruiken heel vaak dit schema bij Impact Noord, waarin we eigenlijk kijken niet alleen naar het doel van een onderneming, wat zeg maar commercieel of sociaal zou kunnen zijn, maar ook naar het resultaat. En als je kijkt naar ondernemingen die zeg maar, opgericht zijn echt met een commercieel doel en eigenlijk ook alleen commercieel resultaat leveren, dan zijn dat vaak aandeelhouders gestuurde bedrijven. Denk aan grote corporates die vooral erop gericht zijn om zeg maar, de aandeelhouderswaarde omhoog te stuwen. En dat is het dan een beetje. Nou, dat is eigenlijk een soort van model wat steeds minder nagestreefd wordt, zeker ook in Nederland. En wat je ziet is dat er heel veel bedrijven zijn die wel een commercieel doel hebben, maar wel heel erg nadenken over de wijze waarop ze produceren en daar graag zeg maar, positief, sociaal of ecologisch effect in willen hebben. Die bedrijven noemen wij dan, naar een onderzoek van Nick Brush en Allen, noemen wij dat constructieve ondernemingen. Daarnaast heb je ook bedrijven die echt zijn opgericht om een sociaal of ecologisch probleem aan te pakken. Nou, een bekend voorbeeld wat iedereen wel kent is Tony Chocolonely. Is een chocoladerepenbedrijf wat echt is opgericht om misstanden in de cacaohandel, met name onbetaalde kinderarbeid, slavernij, om dat tegen te gaan. Maar dat doen ze wel met een commercieel resultaat. Dus zij opereren op de markt, verkopen gewoon repen aan consumenten in de supermarkt die gewild zijn. Er zit een goede dosis marketing omheen. Maar met het geld wat ze daarmee verdienen, proberen zij nog beter die chocola in te kopen en ook effect te hebben op andere chocoladebedrijven. Dus het doel van dat bedrijf was heel anders. Die sociale ondernemingen, dat zijn vaak een beetje de pioniers. Die groep is ook wat kleiner, ze zijn vaak ook wat jonger. De groep constructieve ondernemingen zijn toch vaak de bedrijven die dat soort pionierende ideeën overnemen en het heel groot kunnen maken. Nou, daarnaast heb je nog categorie 4, dat zijn eigenlijk de ondernemende non-profits. Dan moet je echt denken aan Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Kika enzovoort. Heel ondernemend in wat ze doen, maar in feite helemaal afhankelijk van donaties en een sociaal doel. Maar ook geen verdienmodel, zeg maar. Nou, dus, en de bedrijven die hier op de groene lijn staan, dus de constructieve en de sociale ondernemingen, dat samen noemen wij de impactondernemers. Nou, hier nog even een voorbeeld van allerlei manieren waarop bedrijven bezig zijn met het maken van impact. Het kan gaan over het verbeteren van gezondheid, de sociale cohesie in wijken vergroten, zorgen voor inclusie op de werkvloer, maar ook het tegengaan van vervuiling of het versnellen van de energietransitie. Al deze zaken zijn allemaal manieren om impact te maken. Dit is een framework wat wij wel eens gebruiken.
Maar er is inmiddels ook een framework wat steeds meer gebruikt wordt in de wereld. En dat zijn de Sustainable Development Goals. In het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen. Dit zijn ook de SDG's, worden die ook genoemd. Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties. Die allemaal eigenlijk verschillende impactgebieden aangeven. Ja, als je goed kijkt zijn er 16. En nummer 17 is partnerschap om deze doelstellingen te bereiken. Dus wat wij vandaag gaan doen zijn de samenwerking tussen VNO, NCW en Impact Noord is echt onderdeel 17. Samenwerken om die andere 16 te bevorderen. Nou, wat nog wel één bijzonder onderdeel is van Impact Ondernemen, wat ik nog even aan de orde wil laten komen, is dat Impact Ondernemers hebben ook wel een bepaalde mate van activisme in zich. Niet in de zin dat ze protesteren, maar wel in de zin dat ze de drang hebben om zeg maar, het bestaande model te veranderen. Ze zien een probleem in de wereld, ze zien dat daar ook een structuur onder ligt die ervoor zorgt dat het probleem blijft bestaan. Daar zal Adriaan vast nog wat over zeggen vanmiddag. En die structuur willen ze veranderen. En dat betekent dus dat ze eigenlijk verder kijken dan alleen hun eigen verdienmodel, maar dat ze de bestaande structuren in de markt of in de regelgeving in een land, dat ze die eigenlijk willen veranderen. Nou, Tonies heb ik al genoemd. Tonies wil eigenlijk dat zeg maar, cacao op een andere manier verhandeld wordt. Nou, één heel gaaf effect wat Tonies heeft bereikt is dat ze, je ziet dat logotje met die ketting op hun reep. Dat staat voor een manier van chocola inkopen waarbij je heel veel afspraken maakt met boeren over de wijze van arbeid en de eerlijkheid. En dat is onder andere overgenomen door Albert Heijn vorig jaar. Dus Albert Heijn heeft op hun chocoladerepen nu ook dat logo staan, omdat zij ook op deze fair chain manier, op deze eerlijke manier, de chocola inkopen. En op deze manier probeert Tonies eigenlijk zeg maar, de wijze van handelen veel meer te verspreiden. En dan zie je eigenlijk dat hun commerciële effect, ze worden steeds groter, hebben ze steeds meer invloed, kunnen ze meer maatschappelijke impact maken, worden ze nog groter, kunnen ze meer geld verdienen, kunnen ze nog meer impact maken. En zo werkt dat eigenlijk steeds maar door. En wat wel leuk is om te vertellen is dat Tonies inmiddels ook in andere landen actief is, waaronder heel bewust ook de Verenigde Staten, want daar zitten namelijk de hoofdkwartieren van Mars en Nestlé, de grote partijen in de chocoladeindustrie. Tonies is het gelukt in 15 jaar tijd om in Nederland marktleider te worden. Maar wereldwijd zijn ze natuurlijk eigenlijk nog maar heel klein. Maar ze proberen toch zeg maar, die vervelende mug in de kamer te zijn die je 's nachts wakker houdt. Zodat ze uiteindelijk ook de echt grote industrie kunnen bewegen om te veranderen. En die drang om het bestaande te veranderen, dat is echt wat Impact Ondernemers bindt. Zeg maar. Nog één ander voorbeeld. Yoni is een merk opgericht door twee vrouwen. Die maken tampons en maandverband zonder chemicaliën. Soms is dat voor mensen echt een verrassing van waarom zeggen ze zonder chemicaliën. Dat is omdat er in heel veel tampons en maandverband nog wel allerlei chemicaliën zitten. Door de productie van katoen komen allerlei pesticiden in terecht. En die komen dus ook in het lichaam terecht omdat ze ingebracht worden op een plek die heel veel stoffen absorbeert. Zij zijn daar eigenlijk een soort, bijna uit een soort van protest zijn ze daar tegen een bedrijf begonnen om te laten zien dat je best wel menstruatieproducten kunt maken zonder daarbij de veiligheid en de gezondheid in het gevaar te brengen. En juist doordat zij dat doen, moeten andere bedrijven die dit soort producten maken opeens ook zeg maar, met een uitspraak komen of met een chemisch vrij label of sublabel komen. Waardoor dus eigenlijk in het schap, zeg maar, bij de ethos en zo, niet alleen Yoni staat, maar ook naast de Yoni allerlei andere producten die ook die kant op gaan. En op die manier veranderen zij eigenlijk ook de markt. Dat levert hunzelf natuurlijk ook het nodige op. Maar waar ze eigenlijk voor begonnen zijn, is om die verandering teweeg te brengen. Nou, dat vind ik zelf echt ontzettend gaaf dat lukt bij bedrijven. Het is ook ontzettend inspirerend en het heeft ook heel veel gevolgen voor andere bedrijven op de markt. Daar laat ik het bij, eventjes voor nu als inleiding. Misschien heeft Evelien nog vragen of zijn er nog vragen uit de zaal? Nou, wat super fijn is dat er al vragen uit die zaal zijn gekomen. En stel ze vooral, want daar worden we alleen maar heel erg blij van en ook wijs van. Want Erik Gellertje die vraagt, Jan-Willem, traditionele bedrijven kunnen toch ook positieve impact realiseren? En werkgelegenheid bijvoorbeeld. Hoe zie jij dat, Jan-Willem? Nou, kijk, dat klopt. Het ligt er natuurlijk aan een beetje of het je doelstelling of niet. Wat je ook ziet in de discussie rondom impact ondernemen, sociaal ondernemen, is dat er best veel bedrijven zijn, echt traditionele bedrijven zijn. Laten we bijvoorbeeld even Shell als voorbeeld nemen, wat echt duidelijk een aandeelhoudersgestuurd bedrijf is. Die natuurlijk ook voor werkgelegenheid zorgen, maar zorgen ze met die werkgelegenheid ook bijvoorbeeld voor
een inclusieve arbeidsmarkt, of zorgen ze daarmee ervoor dat mensen die anders niet aan werk zouden komen, ook echt aan werk komen? Dus in hoeverre is dat effect echt, zeg maar, maatschappelijk en sociaal? In de ogen van de meeste onderzoekers rondom dit onderwerp, is dat niet voldoende om te zeggen, oké, dit is echt een impactonderneming. Kijk, ergens wil je misschien ook, en dat is heel moeilijk, hè, in deze wereld, om een soort van netto resultaat uit te rekenen. Dus wat is het financiële resultaat, maar wat is ook je resultaat op allerlei andere vlakken in de samenleving? En kun je bedrijven vinden die netto boven nul uitkomen? Hè, dus Shell veroorzaakt ook best wel veel schade aan de planeet. En kun je dat compenseren met 100 banen? Of, hè, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie, daar heb ik ook geen antwoord op. Het zou fantastisch zijn als er zo'n methodiek was, maar die is er nog niet. Maar ik denk ook dat je hierin ook een soort van je onderbuikgevoel ook wel een beetje kan laten meespelen. Totdat we daar echt een harde methodiek voor hebben. Ja, dus je zegt dat hoort ook een deel bij die traditionele, bij het traditionele bedrijf om die banen toch te faciliteren. Wil je meer outstanding zijn, zou je meer moeten doen. Hè? Zoals we ja, nu nou, kijken. Een goede vuistregel, die komt van overigens van Wilbert van den Kamp. Die zegt, het moet je ook wel een beetje pijn doen. Hè, dus ja. In dit geval, banen creëren in de traditionele onderneming is iets wat je gewoon moet doen om je bedrijf te voeren. En doet je als ondernemer geen pijn, je zet geen stap extra, zeg maar. Nee, interessant. Hou dat vast, want we gaan het over winst hebben, maar ik wil daar ook verlies tegenover zetten. Jurjen heeft nog een vraag. Dit is impact met een product. Heb je ook een voorbeeld van een impactbedrijf? En laten we het zeggen in twee zinnen, die het doet met een dienst. Impact maken. Ja, zeker bij een van de leden van Impact Noord, heet We Helpen, en wij zelf, zij is net gefuseerd. En die hebben een dienst waarmee ze het mogelijk maken om in buurten mensen elkaar te laten helpen. En dat is begonnen vanuit mantelzorg, mantelzorgvraagstukken, maar inmiddels is het ook een soort van burenhulpdienst. En die zijn natuurlijk in coronatijd enorm gegroeid. En dat is echt een soort IT-platform eigenlijk, dus echt dienstverlening. Ja, dat is ook een voorbeeld van een noordelijk voorbeeld. En daar vraagt Milan nog, hè, welk bedrijf of bedrijven maken impact in het noorden en waarmee? Nou, laten we zeggen, kun je nog eentje noemen? Nou ja, we hebben er natuurlijk zo direct al twee in ons programma. Ik zal nog, laat ik nog eentje noemen. Ik denk dat veel mensen die ook wel kennen, Van Hully, van Jolijn Kreutzberg, die maken zeg maar van oude textiel maken ze nieuwe producten, waaronder boxershorts, maar nu ook mondkapjes. En dat doen ze met vooral met vrouwen met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld de taal moeten leren of een opleidingstraject gaan doen. Dat is een bekend noordelijk voorbeeld. Ja, dankjewel. Dankjewel Jan-Willem. En praat en kijk vooral verder ook mee. We zijn nu even benieuwd naar jullie thuis. Ik hoop dat je goed zit. We hebben twee vragen voor jullie om even te kijken. Wat is de status van een ieder? En we beginnen met de eerste vraag. En die zie je in beeld komen. En die vraag luidt, in hoeverre is jouw bedrijf bezig met impact? Dus hij komt straks bij ons in beeld. Daar zien we hem al. In hoeverre is jouw bedrijf bezig met impact? Is dat niet? Is dat weinig? Is dat redelijk? Is dat veel of is dat altijd? En je mag even klikken. En dan gaan we even naar het resultaat. Redelijk en veel. Nou, dat gaat toch wel buigen naar de bovenkant. Dat is mooi. Zo'n 64% zegt redelijk tot veel en 18% zegt altijd. Ik ga even naar een willekeurig persoon, heel, heel kort. Margien Katerberg, je mag je unmuten als je dat zou willen. Wat heb jij hierin gegeven? Ja, redelijk. Ik ben van de provincie Overijssel. En ik werk voor het team van het MKB en ondersteun daarin onder andere het impact ondernemen. En als provincie proberen we daar natuurlijk ook wel te doen. Met name ja, met duurzaamheid, mensen helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus vandaar. Ja. Oké, okay. Leuk dat je kijkt. En hopelijk kunnen we ook in Overijssel wat meer kennis brengen. Ga ik nog maar een laatste. We gaan eventjes naar Gerard Baks. Gerard, je mag even unmuten en dan gaan we naar de volgende vraag. Wat was jouw antwoord hierop? Ik heb veel ingevuld. En waarom heb ik er veel ingevuld? Wij zijn misschien
in de ogen van velen een traditioneel bedrijf. Wij kweken aardappelras en wij produceren pootaardappelen. En dat in de agrarische sector wordt natuurlijk gezegd dat is allemaal niet duurzaam. Maar wij leveren het uitgangsmateriaal voor voedsel voor miljoenen mensen in de wereld. En daarmee is onze hele drive van ons bedrijf is gebaseerd op de sustainable doelstellingen van de Verenigde Naties. Dat wij moeten proberen de honger uit de wereld weg te halen. Wij brengen onze pootaardappelen zelfs vandaag de dag waar geen bank meer geld wil ontvangen uit Syrië. Wij brengen pootaardappelen naar Syrië. Dat geeft ons heel veel problemen, maar wij doen dit. Ik moet hier in Den Haag ook altijd voor pleiten, want we worden op zwarte lijsten gezet. Maar ik wil die mensen in Syrië, in Jemen, in Libië, et cetera, van voedsel kunnen blijven voorzien. Want er is nog nooit een politiek probleem opgelost als mensen honger hebben. En dat is de drive van onze sector. Het is wel heel jammer dat wij in Nederland vaak weggezet worden als een bedrijf wat gewoon traditioneel aardappel teelt met spuiten en weet ik wat allemaal meer. Ik noem het maar gelijk. Terwijl men niet ziet dat wij juist en met ons al die landbouwers in Noord-Nederland aan een gigantisch eind meewerken van die sustainable doelstelling. Ja, mooi pleidooi ook direct. Kun je de naam van je bedrijf noemen? Dan weet ik het bij deze. HZPC. Kijk, hier hebben we genoteerd. En we zitten in Jouren met ons open toe. We hebben ons research in Mestrewier zitten. En wij pootgoedtelers zitten vooral in Groningen, Friesland, Noordoostpolder. Maar ook in Polen, Duitsland, Frankrijk, Engeland, etc. Ja, mooi. Dank je wel ook voor deze bijdrage. En praat vooral mee ook straks. Je mag weer unmuten. Beetje onaardig, maar zo is het niet bedoeld. En in de chat komt ook al naar voren dat mensen het niet wisten. Dus bij deze dank daarvoor. Gaan we naar de volgende vraag. Welke maatschappelijke missie streef je het meeste na? En hierna gaan we in gesprek met de ondernemers. Dus welke maatschappelijke missie streef je het meeste na? We zagen het al even in de ronde van Jan-Willem. Is dat verhogen van arbeidsparticipatie? Is dat verbeteren van zorg en welzijn? Is dat circulaire economie en of duurzame productie? Is dat het versnellen van de energietransitie? Eerlijke ketens of anders? Nou, ik denk dat jullie in mijn verhaal intussen al wel een keuze hebben kunnen maken. We gaan even kijken naar de uitslag. En die komt eraan. Even kijken. Dus we zien dat we 36% zit op het verhogen van de arbeid. En 40% zit op circulaire economie, duurzame productie. Nou, dat zal een van onze sprekers ook goed in de oren klinken. Eerlijke ketens, versnellen energietransitie en verbeteren zorg en welzijn. Interessant. Interessant. We gaan even kijken naar Lex Muntinga, Accent. Lex, welkom. Hallo. Focus jij je ergens op? Ik heb verhogen arbeidsmarktparticipatie ingevuld. Accent is een recruitmentbureau, werving- en selectiebureau, gespecialiseerd in financiële posities. Salarisadministrateurs, controllers, accountants, fiscalisten, noem maar op. Hoe doen we dat? Dat verhogen van die arbeidsmarktparticipatie. Ongeacht leeftijd, ongeacht eventuele handicaps, dragen we mensen voor. Ja, en hoe wordt daarop gereageerd vanuit de markt? Vaak bij handicaps vindt men het lastig. Moeten dan veel maatregelen worden, voorzorgsmaatregelen worden getroffen. En eigenlijk valt dat heel erg mee. Als er wat aanpassingen moeten gebeuren, dan zijn daar diverse potjes voor. En wat ik ook zie is dat de kandidaten vaak al die aanpassingen al uit zichzelf meenemen. Die hebben ze zelf al. Dat grotere scherm, die andere stoel, dat is allemaal al beschikbaar. Ja. Mooi, mooi dat je het doet. Dank je wel. Dan gaan we naar de laatste. En ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik vind het een leuke uitdaging. Kang Durani, klopt dat? Je mag even unmuten. Links onderin is dat in je scherm. We gaan even kijken. Ja.
Daar ben je. Ja, dank u wel. Sorry voor dat. Ik heb een nieuwe uitvinding en dat is voor de ramen en dat is voor de ventilatie bedoeld. En het is een duurzaam, de volledige op een duurzame basis wordt geproduceerd. En dat heet eigenlijk een 3D horn systeem. En dat is een soort, en dus, een merknaam is een open raam scherm, dat is ORS systeem. En ik ga je even inbreken, Kaan, want welke missie heb jij ingevuld? Daar ben ik even benieuwd naar. Zegt u? Welke missie? Dus welke focus je op arbeid, focus je op circulair of focus je op... Circulair duurzame productie en daar ben ik veel... En uiteraard zit er ook bij voor de werkgelegenheid, want dat is eigenlijk de bedoeling ook. Want als je een duurzaam produceert, jij hebt een goed product... En de kamer kan je ook uitbreiden en dan kan je meer mensen in onderneming intrekken. En dat is een twee kanten, dat is een bedrijf, dat is een nieuw product. En de markt ligt voor zich voor, dus voor ventilatie. En vooral nou in deze tijd van corona, wij zitten nou gewoon met zo'n grote vraag aan. Voor de ventilatie. En dit gaat namelijk over, deze ventilatie is tussen een gewoon conventionele hoor. En... Ik ga even inbreken, Kaan, want ik denk dat we duidelijk hebben dat jij zegt dat eigenlijk moet het ook een combinatie zijn. Hè? We moeten een keuze maken, we hebben arbeid en duurzaam, maar ik maak die combinatie. Ook een van de sprekers doet dat ook. Zet gerust even neer hoe het heet, dan kunnen mensen in die nodig... er een muggen zweeft, jou ook vinden. Laten we dat doen. Dankjewel, Kaan. Gaan we naar onze sprekers. En ik hou het tempo er een beetje op, dat begrijpen jullie. Maar het is eind van de middag. En ik wil iedereen graag het verhaal laten doen. En we beginnen eventjes bij... Ik heb ze al kort geïntroduceerd. Adriaan Pals en Douwe-Jan Boersma. En Douwe-Jan, we beginnen bij jou. Jij verkocht je bedrijf in ergonomische producten en in 2019 opende jij opnieuw. En jullie geven een sociale invulling aan circulaire werkplekken. Kun je ons één voorbeeld geven en misschien verklapt de achtergrond bij jou al heel veel wat jullie precies doen, zodat we even kennis maken en dan gaan we vervolgens in gesprek over impact ondernemen. Wat we eigenlijk proberen te doen is harmonie te vinden tussen sociale winst, ecologische winst en financiële winst. Dus we willen gewoon een commerciële organisatie zijn. En dat doen wij door eigenlijk oude meubelen uit de Nederlandse markt te halen. En die weer op te knappen, te upgraden. We samelen dus in en we gaan upgraden. En we gaan die weer terugbrengen in de Nederlandse markt bij business to business of particulier. Ja, en één voorbeeld wat ik erg leuk vind is de treinstoel. Hè? Daar hebben wij allemaal ongetwijfeld een keer opgezeten. Die heb jij in jouw bedrijf staan. Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk vanaf de start van ons bedrijf 2,5 jaar geleden, hebben we partnerschap gezocht. Dat zie je toch in de circulaire wereld. Een van de partners is de NS. En NS is bezig om alle sprintertreinen in Nederland te demonteren. En wij hebben ons gecommitteerd aan een aantal van die producten om die af te nemen. Dus dan moet je denken aan de oude instaptreders, maar ook treindeuren. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben een eigen productontwikkelaar in dienst. En die heeft eigenlijk allerlei producten bedacht die we terugbrengen in de Nederlandse markt als meubelen. En zo'n treinstukje die wordt dan neergezet in een entree. En er staat dan ook op deze treinstoel hebben 69.000 mensen voor je gezeten. En wij proberen dan met een stukje design, met bamboe of met een nieuwe bekleding vanuit de stoffeerderij, om die weer in de Nederlandse markt te zetten. Ja, mooi, mooi. Dan gaan we even naar jouw mede-impact ondernemer aan de andere kant, Adriaan Pals. Adriaan, welkom. Adriaan, jij bent de oprichter en voorzitter van Toolbox Emmen. En daaronder vallen weer heel veel verschillende bedrijven. En toen ik jou vroeg op... Adriaan, wat is nou veelgestelde vraag? Toen zei jij tegen mij, nou, veelgestelde vraag is dat mensen nog moeilijk kunnen begrijpen wat ik precies doe. Dus ik geef jou even een moment of fame. Wat doet Toolbox? Toolbox is een ontwikkelcentrum voor mensen met een afstand.
Dat doen wij, dat is onder andere wat wij doen. Dus wij doen dagbesteding, reïntegratie. En wij ondernemen met anderen. Dus wij proberen ook werk te creëren voor onze deelnemers. En dat kunnen studenten zijn, kunnen professionals zijn, maar kunnen ook mensen zijn met een uitkering. Dat is in het kort. Dank je. Ik wil het verhaal van Adriaan hebben gemist. Ik ligt er nou aan mijn internet binnen? Met een behoorlijk aantal medewerkers. We gaan het gewoon eventjes door. Ik vraag ondertussen de organisatie, als er meer mensen last ondervinden, dan gaan we even naar een oplossing kijken. Want jij doet dat met een behoorlijk aantal medewerkers en deelnemers. En hoeveel bedrijven hangen daar nou ongeveer onder voor ons beeld? Wellicht heb je het zojuist gezien. Als je het goed is, kun je mij nou beter horen? Hoor jij om? Ja, volgens mij is een... Adriaan, wij horen jou wel. Alleen Evelien heeft geloof ik wat problemen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Nou, het aantal bedrijven wat nu onder ons hangt is een Toolbox, is een stichting. En daar hangen nu 4 bedrijven onder. En we hebben nog flink wat handelsnamen. Dus we doen eigenlijk best heel veel. En dus we hebben een groen onderhoud. We hebben de klussendienst, we hebben een houtwerkplaats, metaalwerkplaats, we hebben een bakkerij, we hebben een koffiebranderij, we hebben een repaircafé, we hebben een bedrijf wat websites bouwt. Mensen maken lampen, we hebben iemand die zijn eigen bordspel aan het ontwikkelen. Dus en in de kern, wat wij doen, is faciliteren dat mensen aan de slag kunnen met datgene wat ze graag willen of waar ze heel goed in zijn. Ja, en wat jij zei, wat jij heel belangrijk vindt, is dat, dat ook zij zelfstandig hun eigen geld gaan verdienen. Hè? Dus je zegt, ik wil ze niet bij me houden op plaats van een TGB-budget. Ik wil dat ze eigenlijk de wereld gaan verkennen en zelfstandigheid gaan ontwikkelen. Ja. Wij hebben wij noemen onszelf een ontwikkelcentrum voor mensen met een afstand. En we zijn daarin ook ISO gecertificeerd. En wat wij eigenlijk doen is tegenstrijdig aan ons verdienmodel proberen wij mensen een steeds zelfstandiger te maken, zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. En daarmee ook hun geld kunnen verdienen. Ja, en ik zit eventjes te kijken of mijn verbinding beter wordt. Ondertussen gaan we eventjes door, want hoe is dat ontstaan, Adriaan? Want jij bent monteur geweest, je hebt verzekeringen verkocht en opeens dacht je, ja maar ik ga het even helemaal anders doen, de bekende quote. Kun je ons kort meenemen daar naartoe? Ik heb in de financiële dienstverlening gewerkt, 15 jaar lang. En dus ik was een echte woekerpolisverkoper. En wat ik daar eigenlijk zag is dat eigenlijk alles en iedereen zich gedraagt naar zijn verdienmodel. Dus de manier waarop je je geld verdient, dat beïnvloedt ook je gedrag. Ik had er niet zoveel zin meer in, dus dan heb ik mijn kantoor weggedaan, personeel weggedaan. En toen ben ik mij gaan richten op Emmen. Toen ben ik bij een flexwerkplek terechtgekomen, Growing Workplace. En daar zag ik dat als je in een veilige omgeving vreemde mensen bij elkaar brengt, dan ontstaan er heel veel nieuwe dingen. Wij zitten in Zuidoost-Drenthe. Het is een beetje een maakregio. En toen hebben we uiteindelijk daar het idee bedacht, we gaan een flexwerkplek voor makers opzetten. Dus we gaan werkplaatsen met machines en gereedschappen creëren. Daar gaan we mensen bij elkaar brengen. En met het idee dat daar werkgelegenheid uitkomt. Ja, en eigenlijk is dat idee een beetje uit de hand gelopen. Duidelijk. Ja, een beetje uit de hand lopen. Maar jij zei in ons vorige gesprek ook, ik vind het zo belangrijk dat mensen kansen krijgen. Waar komt dat vandaan? Ja, dat is heel persoonlijk, zeg maar. Ik zeg altijd, ik kom niet uit een heel best nest. En ik heb op een paar keer in mijn leven een kans gekregen, zeg maar, om te bewijzen dat je meer bent dan dat je papier waard bent. En dat is eigenlijk wat we nu ook met een Toolbox proberen. He, dus zonder iemand zijn opleiding of cv of een ervaring geven wij mensen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met datgene
wat ze graag willen en waar ze goed in zijn en daarin te faciliteren. Ja, duidelijk. Dan komt er een vraag van Niels en daarna gaan we even weer naar Douwe-Jan. Hoe waarborg je dat je tegen je verdienmodel in kunt ondernemen? En waarom lukt jou dat wel, maar klassieke sociale werkplaatsen niet? Is de vraag voor jou duidelijk? Kun jij hem duiden? Ja, die snap ik wel. Dat is ook een... kijk, wij doen een wij doen nu een dagbesteding gefinancierd met een PGB. En dat heeft alles mee te maken dat, dat de overheden geen andere modellen hebben. Hoe waarborgen wij dat? Wij hebben onze werkwijze, en dus ons ontwikkeld programma, hebben we vastgelegd en in een ISO. En we hebben doelen geformuleerd dat we mensen willen ontwikkelen op positieve levensgebieden. En wij hebben onze eigen deelnemersvolgsysteem ontwikkeld, waarmee we kunnen meten of mensen zich positief ontwikkelen op verschillende levensgebieden. En we hebben daarnaast meegedaan aan een actieonderzoek met OPAS, waarin we eigenlijk onderzocht hebben, zeg maar, wat ons gedrag is bij de verschillende verdienmodellen. En wat we eigenlijk nog steeds proberen, zeg maar, is, laten zien dat als je financiële prikkels in een verdienmodel ergens anders legt, dat je ook van professionals en organisaties ander gedrag krijgt. En ik zou het kort houden, maar even terug naar de financiële dienstverlening. Vroeger, heel vroeger, hadden we dan een heel goed verdienmodel, noemden we provisie. En bij elk verkocht product kreeg de adviseur of de organisatie betaald. En we zijn heel goed geworden in het verkopen van producten. We hebben een legio-lease-affaire gehad, we hebben een kredietcrisis gehad, we hebben een woekerpolis-affaire gehad. Het verdienmodel werkte uitstekend. En wat heeft de overheid gedaan? Die heeft uiteindelijk het verdienmodel aangepast over een periode van 10 jaar. En je ziet eigenlijk dat alle adviseurs en organisaties ander gedrag vertonen om bij het nieuwe verdienmodel te komen. Dus we verkopen nu geen slechte producten meer, maar we adviseren onze klant omdat onze klant ons betaalt. Nou, en ik zeg het eigenlijk ook over dagbesteding. En dagbesteding focust heel erg op beperkingen. En je moet heel erg goed je beperking kunnen benoemen, daar heel erg bewust van zijn, dat heel erg goed kunnen uitleggen aan de professionals van de overheid, zodat jij je indicatie krijgt. En als wij als organisatie dan maar zoveel mogelijk tijd besteden, zeg maar, dan hebben wij een bestaansrecht. Nou, en als je kijkt naar, zeg maar, er is een, er bestaat zoiets als de piramide van Baderson. En die zegt eigenlijk dat als jij een overtuiging hebt, dan ga je daar automatisch ander gedrag bij vertonen. Dus als je mensen er structureel aan herinnert dat ze beperkingen hebben en dat ze zonder die beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren, gaan ze daar automatisch ander gedrag bij vertonen. En ik denk dat als je als overheid daar een ander verdienmodel bij bedenkt, dus niet alleen maar kijken naar beperkingen, maar eigenlijk kijken naar een positieve ontwikkeling van mensen, dan gaan organisaties en ondernemers daar wel oplossingen voor bedenken. En dan creëer je eigenlijk automatisch andere overtuigingen bij mensen en met daar automatisch ook ander gedrag bij. Ja, ja, wel mooi. Eigenlijk zei je het ook al heel kort aan de vooravond van jou, van wat je nu zojuist zegt. Hè? Het, mensen gedragen zich naar het verdienmodel van de organisatie. Verkoop je woekerpolissen of ga je als toolbox te werk en ga je daar iets verder? Concludeer ik even zo kort. Ja. Klopt dat? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Douwe-Jan, hoe geldt dat voor jou? Gedragen mensen zich ook in het verlengde van jullie verdienmodel? Ja, nou goed, wij worden niet gefund. Hè. Het is niet zo dat wij potjes hebben waar we uit kunnen putten. Dus alle centjes die we verdienen, die gaan weer terug de organisatie. Kijk, ik denk dat dat een groot verschil is. Dat wij ook wel echt een commercieel bedrijf willen zijn. Hè. Het is, wij willen impact maken. Dat betekent dat wij gekozen hebben om een doelstelling van 40-50% van onze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan op allerlei manieren. Het maakt niet uit hoe ze bij ons komen. Het maakt ook niet uit wat hun rugzak is. Wel hebben wij wel cultuurwaardes gecreëerd, zoals positiviteit, communicatie en vertrouwen. Om toch een kleine filter eroverheen te brengen, omdat... Ja, we hebben echt een heel diverse groep aan mensen nu in ons bedrijf gekregen de afgelopen 2,5 jaar.
En ja, je moet het wel op een of andere manier managen. Dus ja, het is wel heel breed. De verdienmodellen van ons zijn toch echt wel gericht op ja, productiviteit als het gaat om meer uit de mensen halen wat ze zelf hebben. Ja. Adriaan, herken je dat dat anders is? Ja, wij hebben een dat ontwikkelcentrum van ons, dat is gefinancierd zeg maar, door sociale fondsen, het UWV, gemeentes of, of overheden. En ons product zeg maar, is, is dat ontwikkeltraject van mensen. En kijk, wil je werk creëren zeg maar, voor mensen, dan moet je daar een commercieel product voor hebben. En dat is wat wij proberen zeg maar, met onze koffie. En daarmee proberen ja, we zeg maar, op een commerciële manier... Maar jullie hebben een eigen... Ja, ja, wij hebben een eigen koffiebranderij opgezet. Ja. Dat is een van de ideeën die ontstaan. Ja, ja. Ja, waarbij je dan allemaal weer een mooie koffiebranderij... waarbij je biologische koffie kan krijgen. Nou Jan... jij hebt 14 jaar een commercieel bedrijf gehad, niet zozeer een impactonderneming. Jij besloot het te verkopen en weer opnieuw te beginnen. Kon dat niet in dat bestaande bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers nu kijken, misschien meer impact willen maken binnen hun huidige organisatie. Kun je ons daarin meenemen in die keuze? Nou, ik denk, Adriaan gaf het zo net volgens mij ook al een beetje aan. Het hangt van het doel af. Hè? De verdienmodellen bepaalt ook een beetje hoe je... bezig gaat. En wij hebben heel gezegd in het oude bedrijf was financiële winst gewoon de basis. En natuurlijk ben je daarin ook sociaal en wil je daar ook er zijn voor anderen om je heen in de maatschappij. Alleen hier bij opnieuw heb ik echt gekozen om zelf ook opnieuw te beginnen. Hè? Dus we geven bij opnieuw het bedrijf opnieuw ja, mensen een nieuwe kans, producten een nieuwe kans. En voor mezelf was het ook wel echt een ja, mezelf opnieuw uitvinden, dat doe ik eigenlijk elke dag. Omdat ik toch wel in de oude modus lineair nog zit in denken en doen. Dus het is echt wel een uitdaging. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand kijkt en die dat misschien overweegt om hetzelfde te gaan doen. Wat is je advies? Nou, ik denk, weet je, dat zei Adriaan ook en daar ben ik het absoluut mee eens. Als je het vanuit jezelf doet, hè, vanuit je intrinsieke motivatie, passie noem ik het altijd en actie hè, dat je hebt. Bij passie en actie kun je heel veel bewerkstelligen. En als je daar visie aan toevoegt, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook succesvol kan zijn als impactondernemer. En in die betekenisvolle economie. Dus met andere woorden, ja, financiële winst niet als alleen als de basis. Maar het is wel ja, het is een belangrijke factor om de mensen ook aan het werk te houden. En om te kunnen investeren. Ja, is het daarmee gezegd dat je als je binnen een huidige organisatie zit, je niet kan impact ondernemen? Nou, lastig. Kijk, want dan is de vraag impact ondernemen, wat is het nou? Ecologisch en sociaal, hè, hebben we net geleerd. Ik denk dat het wel heel, heel belangrijk is dat wij hebben geen legacy. Hè. We hoeven niet lineair te denken. We kunnen circulair denken. Dus in alles wat wij doen, denken we vanuit, ja, wat kunnen we hergebruiken? En dat is al hergebruik van materialen. En je zou kunnen zeggen, opnieuw mensen een kans geven is ook een soort van opnieuw gebruiken. Of opnieuw, we hebben mensen bijvoorbeeld die zaten echt in het afvoerputje. En ik heb nu van dichtbij ook gezien hoe dat werkt. Dat was ik als ondernemer in de financiële, ja, toch wel financiële winst, had ik dat helemaal niet in de gaten. Dat het zo werkte. Je maakt er nu van dichtbij mee en dan moet je denken aan mensen in de dagbesteding, mensen die via de sociale werkplaats bij ons komen of via allerlei kanalen. Je merkt toch wel dat er een bepaalde groep is die toch wel moeite heeft om bij te blijven. En die trein gaat best wel snel. En wat wij proberen is eigenlijk met ons bedrijf die snelheid van die trein een beetje aan te passen. Een buffer te creëren door mensen die wel HBO en MBO zijn. Dat noemen wij de inner circle. En daar bouwen wij eigenlijk een sociale boog omheen. Van mensen die het gewoon lastig vinden om die productiviteit te kunnen maken en te geven. Ja. Ja, je zegt ik bouw een inner circle van mensen. Adriaan zegt ook, wij zijn een veilige
veilige basis voor die mensen. Jullie hebben volgens mij allemaal waarden. Is dat essentieel om een impactonderneming op het gebied van arbeidsparticipatie neer te zetten? Ik denk dat het essentieel is voor elk bedrijf, of je nou traditioneel bent of circulair, lineair of circulair. Als je niet cultuurregels hebt, kun je ook nergens op terugvallen op het moment dat je een conflict hebt of dat je welke weg gaan we. Ik denk dat het belangrijk is dat je normen en waarden in je organisatie hebt. Ja, ja. Ik wil eventjes naar de titel van vandaag, want dat is waar zit de winst van impact ondernemen. En dan ga ik even naar Adriaan. Waar zit de winst voor jou? Wat levert het jou extra op? Wat het ons denk ik extra oplevert, is dat je heel veel ambassadeurs krijgt. Dat je marketingactiviteiten worden makkelijker, worden sneller gedeeld, wordt sneller opgepakt. Een andere winst is dat je eigenlijk niet door middel van geld betaald wordt, maar eigenlijk door middel van andere dingen. Hè? Bij ons zijn er mensen die zich vrijwillig bij ons aanbieden, zeg maar, om vrijwilliger bij ons te worden. En om voor ons in te zetten. Hè. Wij krijgen soms dat mensen bij ons solliciteren. Omdat ze heel graag bij ons willen werken. Bij ons zit er dus bij ons is het niet op geld gebaseerd, maar denk ik. Maar doordat je zeg maar impactvol bezig bent, creëer je op andere gebieden heel veel meer waarde. Ja, nou noem jij marketing. Voor sommige organisaties kan het ook een soort marketinginstrument lijken zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat het een altijd uitkomt. He, dus als je, als je niet echt bent in je intenties en in je visie en in je impact, kan je een heel mooi verhaal hebben. Maar dat is tegenwoordig is alles zo transparant dat filter je er vanzelf uit. En het kan zijn dat je op korte termijn best wel wat winst kan maken. Op lange termijn verlies je het altijd. Ja, ja, duidelijk. Ja. In de tussentijd, voordat we naar Douwe Jan gaan, is ook de vraag gesteld in de chat. Wat is nou impact ondernemen en wat is nou NPO? Nou, Jan-Willem heeft daarop gereageerd en daar ontstaat ook een mooie antwoorden in ieder geval. Dus kijk daar gerust even naar als je hetzelfde afvraagt. Douwe Jan, waar zit de winst van impact ondernemen voor jou? Nou, als het voor mij persoonlijk is, het dat ik eigenlijk nederig ben geworden. Als het voor mezelf is. Ik heb gezien dat, dat je het ook heel goed hebt. En dat er ook mensen zijn die het gewoon heel... die het gewoon niet zo goed hebben. En wat ik heel mooi vind, is dat je via je toch wel talenten die je gekregen hebt, dat je wel ook mensen kunt helpen. Dat vind ik echt wel, na 2,5 jaar durf ik dat wel te zeggen. Ja, ja. Nou, gaan we even naar jou, Adriaan. Want jij, vorig jaar was geen gemakkelijk jaar. En ik wil kijk even naar de verlieskant. Want jij moest mensen ontslaan, inclusief jouzelf. Was dat ook te boeken aan de manier waarop jij onderneemt, namelijk impact ondernemen? Of zie je dat anders? Dat denk ik wel. Ik denk dat we soms te sociaal en te naïef zijn geweest. Maar bij ons had het te maken met een... met het feit dat door corona en door de lockdown, ondanks dat we zijn maar een week dicht geweest, daarna zijn we open gegaan omdat we onder een vitaal beroep vallen, maatschappelijke ondersteuning. Maar onze omzet kwam in een vrije val, de horeca ging dicht, mensen kwamen niet meer, mensen durven niet meer. Dus wij verloren een 40% omzet in 6 weken en daar zat niet echt de vooruitgang in, of in ieder geval niet goed vooruitzicht. En omdat wij in 2019 verdrievoudigd zijn qua omzet, hadden we geen recht op een wettelijke regelingen. Dus we kwamen eigenlijk nergens voor in aanmerking. Als een soort noodgreep om de stichting in benen te houden, hebben we een personeel ontslagen. Ik heb mezelf ook ontslagen. En dat was eigenlijk heel praktisch, want ik werkte toen vanuit huis.
Want ik doe eigenlijk alleen maar administratie. En voor de rest, de mensen die op de werkvloer liepen, die waren destijds het belangrijkste. Ja. Ja, ja, nobel van je. Hoe gaat het nu inmiddels? Nou, het is een soort V-vorm. Dus we zijn zeg maar van een maart... van januari naar juni zijn we gehalveerd in omzet en in deelnemers in trajecten. Eigenlijk hebben we heel veel steun gekregen. Hè? Dat zijn heel veel ambassadeurs. Dat is zeg maar de impact die je dan maakt. Zeg maar. Dus mensen willen toch niet dat je stopt. En uiteindelijk zitten we nu weer op meer deelnemers dan voor corona. En wel is ons budget lager, omdat je ziet eigenlijk direct de bezuinigingen. We maken nog steeds geen winst. We investeren nog steeds in werkgelegenheid creëren, onze koffiebranderij. Maar eigenlijk gaat het steeds beter. We worden ook gewoon steeds beter in wat we doen. We worden steeds minder naïef, zeg maar. Je komt er steeds beter in. Heb jij wat moeten inleveren nu je aan het impact ondernemen bent, Douwe-Jan? Ja, ik denk aan snelheid. Je vraagt het bij mij persoonlijk, hè? Dus voor mij, ik moet gewoon meer geduld hebben. En dat is ook heel goed hoor, voor mezelf om daarin te veranderen. Ik merk gewoon dat het moeilijker is dan ik had gedacht als het gaat om het sociale gedeelte. Omdat je toch veel meer rekening houdt met mensen. Die snelheid, die moet gewoon aangepast worden. En die productiviteit is gewoon lager. In ieder geval bij onze doelgroep. En dat vind ik wel, voor mij echt wel, dat vind ik lastig. En zeker, ik heb een bedrijf gehad veel HBO... Dat eigenlijk... viel even weg. Je mag doorgaan. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb een bedrijf gehad hiervoor, dat heet Health to Work. Dat is een bedrijf wat veel hbo's en universitair geschoolde mensen heeft. En dat eigenaarschap is toch heel anders. Dat zie ik, dat zijn wel grote verschillen. Ja, nou zagen we wel dat zo'n 36% van de gasten bezig is met arbeidsparticipatie. Zou dat voor jou een reden zijn omdat, als je opnieuw mocht beginnen, om het zo maar te zeggen, dat niet meer te doen? Nee, ik denk juist wel. Ik denk juist dat ik vind dat de mooiste kant van mijn bedrijf op dit moment. Dus je ziet mensen die bijvoorbeeld autisme hebben, die zie je terugkomen om mee te doen in een groepsproces. Je ziet mensen die geen eigenwaarde meer hebben. Die eigenlijk door een taak te krijgen het zelfvertrouwen omhoog gaat. En daardoor weer zich gewoon volwaardig meedoen daarvoor in dagbesteding zaten. Ja, dan denk ik, dat is heel veel waard. Ja, mag ik er iets aan toevoegen? Ik gebruik het ook als voordeel. En kijk, ik heb wel eens contacten met grote partijen in Nederland. En dan vraag ik ook wel van, wat is sociale winst jullie eigenlijk waard? Hè? Want dat wordt heel vaak niet gemeten in euro's. Door die vraag te stellen kun je ook van, toch wel je productiviteitsverlies ook wel weer de sterkte maken om dat met elkaar te bespreken. Van, wat is het je waard dat de mensen gewoon ook een kans krijgen? Ja. Dus om juist in een salesproces, een inkoopproces te benoemen, het eigenlijk tastbaar te maken, wat heb jij over voor die ene arbeidsplek. We gaan even naar Bob Koolsteeg. Jij bent ook aanwezig, Bob. En uit de interne hoek heb ik begrepen dat jij daar in je onderneming juist ruimte maakt voor die vertraging binnen arbeidsparticipatie. Ben jij daar, Bob Koolsteeg? Ik zie hem nog niet. Nee, dan gaan we gewoon gaan we door. Ik kreeg in ieder geval door dat hij juist zijn werkproces zo inricht dat er ruimte is voor uitval, voor ziekte, voor langzamer werken. Dus ben je daarmee bezig en wil je je bedrijf goed inrichten, wellicht kun je ook bij hem te raden gaan.
Er komt een vraag ook van 711165 over het meetbaar maken van impact ondernemen. Leuk dat je die vraag stelt. Daar gaan we straks even op door. Want ik wil eventjes kijken naar, want je hebt hem nu persoonlijk beantwoord, Douwe-Jan. Maar als je het hebt over de winst en verlies van impact ondernemen voor je bedrijf, hoe zou je die vraag dan beantwoorden? Nou, ik denk op beide punten winst. Want we hebben 36 mensen nu, waarvan in 2,5 jaar tijd, waarvan nog wel 40% flexibel is. Dat betekent winst in arbeid. Maar we hebben ook ecologische winst en we hebben daar ook een tool voor ontwikkeld. Zodat wij CO2 kunnen meten wat voor CO2 kilo's wij hebben bespaard. Voor Nederland, maar ook voor de opdrachtgevers. Dus ja, ik zou bijna kunnen zeggen ecologische winst en sociale winst. Ja, ja. En ik hoor jullie beiden zeggen dat jullie tools hebben ontwikkeld om het tastbaar te maken. Adriaan, hoe kun je ons even kort meenemen? Hè? Een lineaire ondernemer zou misschien kijken naar wat is de winst, het rendement en het rendement geweest. Hoe kijken jullie naar de afsluiting van bijvoorbeeld een jaar? Ja, wij zijn daar zelf een mee bezig. Wij zijn zelf ons eigen deelnemersvolgsysteem aan het ontwikkelen en aan het doorontwikkelen. Omdat we eigenlijk meer willen laten zien dan alleen maar geld. Bijna alles wordt tegenwoordig gemeten in geld. Dus hoeveel uur ben je bezig, hoeveel mensen heb je in dienst, hoeveel mensen stromen uit en dat. En wij zijn een beetje aan het experimenteren om een beetje gevoel in kaart te brengen. Klinkt heel vaag, het is vrij simpel. We stellen gewoon vragen aan onze deelnemers. Deelnemers geven een antwoord op die vragen. Onbewust geven ze een cijfer. En wij stellen eigenlijk in een bepaalde periode dezelfde vraag. Dat kunnen hele tachte vragen zijn. Hoe veilig voel jij je thuis? En hoeveel sociale contacten heb je? De antwoorden daarvan proberen wij in kaart te brengen. Zodat je een ontwikkeling kan laten zien. Dus een positieve ontwikkeling. Wij noemen dat een positieve ontwikkeling op verschillende levensgebieden. En we zijn eigenlijk... we zijn nu met de andere partijen in gesprek. Hoe doen zij dat? Kunnen we daar samen iets in doen? En hoe doen anderen dat? Ik leg het laatst uit. We hebben als organisatie heb je je boekhoudpakket. Je stopt daar dingen in. Je stopt daar bonnen in. Je stopt daar facturen in. Je maakt facturen in. En eigenlijk met een boekhoudpakket kan je op een knop drukken en je kan je btw-aangifte doen, je kan je jaarrekening doen en je kan laten zien hoeveel geld je verdient of verliest. Wij proberen een systeem te maken, zeg maar, waar je als organisatie mee kan werken en waar je data in stopt, waar je vragen in stopt, waar je antwoorden in stopt, die koppelingen maken met anderen, waarbij je eigenlijk met een soort druk op de knop eigenlijk altijd real-time je impact kan laten zien. We zijn daar nu een beetje mee aan het experimenteren. Ja, mooi. Je bent ermee aan het experimenteren. Stel, ik ben al bezig en ik wil daar ook mee aan de slag. Kan ik daar dan al gebruik van maken? Ja, we hebben vanaf januari hebben we de software, zeg maar. Het is wel een software gericht op mensen die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laat maar zo noemen. De anderen kunnen de software ook gebruiken. We hebben hem zo goedkoop mogelijk beschikbaar gesteld. En het idee is eigenlijk als meerdere organisaties dat gaan gebruiken en input leveren, volgens mij kunnen we dan met elkaar wel een impact beter inzichtelijk maken. Ja. En Douwe-Jan, jij zegt ook, ik maak CO2-reductie, maak ik inzichtelijk. Ondertussen worden in de chat ook heel veel linkjes gedeeld om ook verder op door te gaan qua meten van impact. Ik ga even naar Jan Willem. Jan Willem, bestaat er een soort heilige graal van impact meten? Nee, hele goede vraag. Ik zei het aan het begin al een beetje. Je zou eigenlijk willen dat je elk bedrijf gewoon een soort van...
door een wasstraat kan halen en dan, dat er dan uitkomt van netto positief of netto negatief. Maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Sowieso staat het indexmeten nog best wel in de kinderschoenen. Hè? We meten al honderden jaren op een financiële manier. En dit zijn we nog maar eigenlijk vrij recent zijn we hiermee begonnen. En daarnaast is impact natuurlijk niet één dimensie, zoals geld. Impact bestaat uit een heleboel verschillende dimensies. Het kan gaan over gezondheid, over eenzaamheid, over CO2. Dus je kunt dat niet zomaar afvlakken tot één financiële dimensie. Dus er zijn af en toe wel tools die beschikbaar komen die eigenlijk proberen om alles plat te slaan naar geld. Maar dan word ik zelf wel wat wantrouwig, want dan denk ik, ja, sommige dingen kun je gewoon helemaal niet omzetten in een bedrag, zeg maar. Wat is het levensgeluk van iemand je waard die 20 jaar lang arbeidsongeschikt is geweest en opeens weer kan werken? Je kunt wel uitrekenen wat het de maatschappij bespaart, maar je kunt er niet echt een bedrag op plakken. Dus dit soort dingen blijven soms ook wel ingewikkeld. Maar wat je wel ziet is dat er steeds meer methodieken komen en dat er ook wel steeds meer gewerkt wordt aan, nou ja, uniformiteit is er nog niet, maar een soort van benchmark wat meer naar elkaar toe gaat groeien. En wat ik daarin wel een interessante ontwikkeling vind, is de drang van accountants om, zeg maar, naar integrated reporting toe te gaan. Ja, dus dat je als bedrijf op een gegeven moment verplicht wordt om niet alleen een financieel jaarverslag op te leveren, maar een integraal jaarverslag met ook je sociale en duurzame doelstellingen en resultaten daarin. En daar moet eigenlijk een standaard voor komen. Ja. Mag ik daarop Peter zegt ook in de chat, in de samenleving... ik maak even mijn zin af wat Peter toevoegt. Hè. In een samenleving waarin de financiële controle de boventoon voert, is het zeer moeilijk om dat te doorbreken. En ik wil straks nog eventjes naar die fase kijken. Adriaan. Ja, om op Jan Willem aan te haken, zeg maar. Een Stenden, de hogeschool in Emmen. En ik weet dat die al bezig zijn met meer betekenisvolle accountancyopleidingen. He, dus er is een beweging gaande, zeg maar, dat we een meer in kaart gaan brengen dan alleen maar geld. Mooi, goed dat je dit noemt. En ook iemand anders in de chat zegt, per dimensie zijn er vast KZF's en KPI's te bedenken, zodat het voor stakeholders valt te volgen te beoordelen. We staan wat dat betreft dus misschien wat nog aan de vooravond. Douwe Jan, jij noemde ook, ja, weet je, als je nu niet inzet op impact ondernemen, dan besta je straks niet meer. Dus VND dacht ook dat ze zonder online kunnen doen. Is het advies aan alle leden, ga zo snel mogelijk naar je verdienmodel kijken en maak dat zo snel mogelijk impactvol? Nou, ik denk dat het heel erg te maken heeft met bewustwording. Bewustwording zorgt voor gedragsverandering. En ik vergelijk het wel eens met roken. Toen ik een jongen van 14 was en mijn broertje was een jaar of 13, moesten wij met onze ouders zondags visite rijden. En dan zat ik achter in de auto met mijn broertje en dan waren wij het dorp Burum waar ik woon, een heel zo mooi pittoreske Burum, Friesland, nog niet uit. Of die auto was blauw van binnen van de rook. En toen zeiden we tegen onze ouders, ja, doe de sigaret even uit. Toen zeiden ze, nou, weet je, dat is heel normaal. En toen hadden wij zo'n klein raampje, dat was een Opel C-kadetje. En daar zaten we lucht te zuigen. Zo van, dan hebben we nog een beetje adem. En ik vergelijk dat wel een klein beetje met de wereld, die rokers. Het is niet meer normaal als je bij een baby in de buurt rookt of in een huis rookt. En dat heeft wel vanaf 15 of 1850 heeft dat eigenlijk wel heel veel tijd gekost. Wil dat bewustwording zijn dat roken gewoon slecht is. En wij zitten nu in de fase dat we bewustwording creëren in de circulaire economie. Dat we eigenlijk... ja, willen dat we niet zoveel virgin products meer gebruiken, hè, als het gaat om hergebruikte materialen. Maar ja, we vinden het eigenlijk nog wel normaal. En ja, ik denk, het begint allemaal met bewustwording. En die bewustwording begint ook bij het feit dat die markt, en Adriaan heeft het over, we moeten dingen meten als gevoel en dat soort zaken, daar ben ik absoluut met hem eens. Maar zolang we nog financieel winst nodig hebben om te overleven, in ieder geval wij wel, dan zullen we daar ook naar moeten acteren richting de markt. Hè? Want de markt, de klant, bepaalt uiteindelijk wat wij doen. En wij proberen daarop aan te haken. En als je ziet waar de markt naartoe gaat, dat de bewustwording groter wordt, dat betekent dat die markt giga groot wordt. En dat betekent als je daar niet bij bent, of dat je dat niet in een onderdeel van je organisatie hebt,
ja, dat je dan op de koffie kan komen, inderdaad. Ja, ja, dus een goede waarschuwing voor ieder die daar niet mee bezig is. En eigenlijk kom ik ook tot een punt van verkoop en inkoop. Want wat is de prijs, je noemde het nou net al even, Douwe-Jan, van een product wat met impact gemaakt is? Of een dienst wat met impact geleverd wordt? Ja, wat is de prijs van een product met impact? Ja, goed. Als mijn dochters mag geloven, ik zeg wel eens twee keer de helft. Maar wat het is, is eigenlijk de waarde van de producten zit ongeveer op 50% van een nieuw waardeproduct. Dan hebben we het over hergebruikte materialen. Dus bruto prijzen die er normaal zijn, worden dan 50% lager. Alleen als jij instaptreders hebt en die moet je verwerken door de houtbewerkersafdeling bij ons en de stofferij. Ja, uiteindelijk is dat product duurder. Hè, dan een normaal product. Maar het is wel uniek, want het is er niet. Hè. Dus ja, het is heel lastig om uit te leggen, maar gewoon de normale hergebruikte materialen, die kunnen wij ongeveer 50% lager dan de bruto prijzen die in de markt zijn. Ja, ja. En ik weet niet of jij ook deelneemt aan aanbestedingen. Hoe ervaar jij dat dan? Want als er wordt geconcurreerd op prijs, dan wordt dat moeilijk, lijkt mij, of op productietijd. Ja, de aanbestedingen doen we mee, omdat we graag, we hebben veel mensen in dienst genomen, dus we moeten ook werk impact maken. We kunnen daarmee impact maken. Aanbestedingen worden uitgevraagd vanuit de bewustwording die men heeft. Dat betekent dat die aanbestedingen heel divers worden uitgevraagd, omdat de bewustwording nog niet heel groot is als het gaat om de circulaire economie. Dat betekent wel dat er ook soms vragen bij zitten. Dat gaat om beschikbaarheid van materialen die nog in een lineaire wereld denkend zijn. Hè? Dus in een lineaire winkel is bijna alles maakbaar. En u vraagt en wij draaien. Het staat op een mooi papiertje of een catalogus. Ja, dat werkt in de circulaire wereld wel iets anders. Ja. Wat doe jij daaraan? Wat ik daaraan doe is veel communiceren. Met de klant in gesprek gaan en wat is eigenlijk de circulaire economie. Ja, zoals wij hier vandaag ook bezig zijn, is een stuk bewustwording. En die circulaire economie, merk ik, zit bij heel veel mensen in hergebruikte materialen en niet zozeer in het sociale gedeelte. Wat je doet is in gesprek gaan en vragen wat is circulaire economie voor jou. Ja, ja. Vanuit daar vertrekken. Ja, Adriaan, hoe ervaar jij dat? Hoe ervaar ik wat? Als jij, neem de koffie. Je wil de koffie verkopen en dat doen jullie op een impactvolle manier. Is die koffie duurder of goedkoper dan een normale zak koffie, om het zo maar te zeggen? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik kijk eigenlijk nooit naar prijs als ik koffie koop. We hebben wel gezegd, we willen niet duurst zijn. We willen eigenlijk gewoon voor een betaalbare prijs biologische koffie branden. En ons doel is om zoveel mogelijk koffie te verkopen, zodat je zoveel mogelijk banen kan creëren. Dus wij zijn duurder dan een slechte koffie. En als je kijkt naar de aankoopprijs, zeg maar. Als je kijkt naar de impact van slechte koffie op een milieu, mensen en dergelijke, denk ik dat wij veel goedkoper zijn. Hè, want als ik zeg maar slechte koffie koop en dat is slecht voor de natuur, dan hoef ik daar niet voor te betalen. En als ik een roofbouw pleeg op mijn werknemers, omdat ik ze uitbuit, hoef ik daar ook niet voor te betalen. Maar uiteindelijk gaan die kosten terug naar de maatschappij. Dus dat is een beetje hoe wij ernaar kijken. En als je het hebt over, ik zag net ook in de chat, true pricing, dan denk ik dat wij een hele goedkope koffie hebben. He, want eigenlijk met onze koffie halen we mensen uit een uitkering die lang en in de uitkering zitten. Ja, daar bespaart de maatschappij eigenlijk eigenlijk best veel belastinggeld mee. Ja, duidelijk. Ja. En mooi gezegd, er wordt in de chat ook gezegd, true pricing zou in die zin dan de standaard moeten worden. Hè? Wat kost het breed anders dan inkoop, verkoop? Er is nog een vraag van Nick Hooghiemster aan jullie beiden. Wat is er volgens jullie voor nodig om de overgrote meerderheid ervan te overtuigen dat verder kijken dan de financiële waarde belangrijk is? En wat is er voor nodig om deze groep mee te krijgen richting de betekenis-economie? Adriaan. Nou, dan sluit ik mij aan, denk ik, bij Douwe-Jan. Bewustwording.
Als je er eenmaal bewust van bent, kan je niet meer terug. De betekenis-economie, zoals ik ernaar kijk, is eigenlijk een volgende stap in onze evolutie. We hebben ik vergelijk hem eigenlijk altijd met een beetje met de piramide van Maslow. Als je een laag hebt, heb je ruimte om naar de volgende laag te gaan. En eten hebben wij in overvloed. Machines en huizen en veiligheid hebben in overvloed. En eigenlijk is kennis, data hebben we ook in overvloed. En eigenlijk is onze volgende stap is wie ben ik en hoe ga ik van betekenis zijn. Je ziet bij, tenminste ik zie bij veel rampen, zeg maar. Ik ben bang dat er nog rampen nodig zijn voordat er echt bewustwording komt. Want het gaat me eigenlijk veel te langzaam. Maar ik denk dat zeg maar financiële prikkels, want onbewust ook zouden helpen om het gedrag te veranderen. En wat bedoel je daarmee? Nou, verdienmodellen. Als je zeg maar roofbouw pleegt op je personeel, of als je roofbouw pleegt op je omgeving, hoef je daar niet voor te betalen. Maar kan je wel een heel goedkoop product in de markt zetten. Dat zou eigenlijk moeten veranderen. Een circulair product, dus als je een grondstoffen hergebruikt, zou eigenlijk goedkoper moeten zijn dan dat je nieuwe grondstoffen uit de grond haalt. En dat is hetzelfde met een ontwikkeling van mensen. Als je mensen met een afstand positief ontwikkelt, zou je daar eigenlijk een beloning voor moeten krijgen, in plaats van dat je ze negatief ontwikkelt. Ja, mooi. En Douwe-Jan, heb jij nog een aanvulling op de vraag van Niek? Nee, ik denk dat het wel klopt. Ik heb die intrinsieke motivatie, die is belangrijk. Ik denk wel, het wordt ook in de chat gezegd, hè, de klant is wel degene die dat bepaalt. Het is een customer journey. Als de klant die bewustwording hoger krijgt en die intrinsieke motivatie er ook is. Wat ik merk op dit moment is dat de lineaire wereld circulariteit ook gebruikt als storytelling. Om hun toch een stukje greenwashing. En ik denk dat het op zich goed is. Dat is altijd beter dan niks, hè. Maar daar zit, ik denk dat er heel veel zit tussen 0 en 100. Hè. We gaan toch niet van 0 naar 100. Alleen, het begint met kleine stappen. En ik denk wel dat Nederland daarmee bezig is. Als ik vergelijk met de Duitsers. Ik kom ook in Zweden, in Scandinavië. Dan vind ik dat wij met onze circulaire economie en hoe we ermee bezig zijn, toch wel echt vooraan lopen. Mooi. Een beetje trots in dit gesprek, toch? Ja, zeker. Ja. Maar mag ik nog even één opmerking doen? Dan wil ik even naar... Ik heb wel één vraag hoor, of opmerking. Wat je merkt is dat je aansluiten bij de initiatieven die er zijn. Zo, even als voorbeeld voor mij is Circulair Friesland. Hè? Ik merk wel dat je daardoor ook veel meer kennis krijgt op het gebied. Hè? Je krijgt gelijkgestemde mensen. En ik merk wel dat het voor mij heel erg heeft geholpen om mijn kennis te vergroten. Ja. Dus zoek die samenwerking op. Eigenlijk dat wat VNO en Impact ook doen, hè? Dat zou je als ondernemer ook kunnen doen. Dus die samenwerking opzoeken. Ik kijk even nog wat Taken Tuins van NL Tennen zegt. Impact is samenstelling van verschillende waarden samen. En je zegt, het is ook belangrijk om dit te laten zien. En NAL gaat hier dus ook met financiële opleidingen mee bezig. Dankjewel, Taken, voor deze toelichting. Dan wil ik eventjes naar de kijkers die denken, maar ik moet hier vanavond nog mee aan de slag. Waarvan zeggen jullie nou, als je vanavond huiswerk wil hebben, dan moet je dit bekijken, dan moet je dit lezen. Adriaan. Zo. Nou, dan stuur me maar een link. Dan heb ik nog wel een Dropbox voor je met 50 onderzoeken. Dat is de hele goede. Ik zou zeggen, ga googlen en ga je maar verdiepen in de betekenis-economie of in een circulaire economie. Kijk naar wat anderen al doen, laat je inspireren en ga daarna voor jezelf
je eigen missie of visie daarin bedenken. Ja, mooi. Dus ga even gewoon op je eigen ontdekkingstocht. Wordt in de chat ook gezegd, denk ook even aan het boek van Kees Klomp. Douwe-Jan, dezelfde vraag anders geformuleerd. Wat had jij willen weten voordat je startte? Ja, ik denk, voordat ik startte, had ik willen weten van, nog steeds eigenlijk wel, dat de kant van de menselijke kant, dat ik dat wel een hele moeilijke en bureaucratische weg vind. En ik eigenlijk dat nog steeds heel moeilijk vind, om daar doorheen te komen. Hè, bijvoorbeeld de CAO, we zijn lid van de CAO, er wordt helemaal niks over arbeidsparticipatie gezegd. Ik vind het een behoorlijke romslomp. Als ondernemer. En daarmee is het, voor mij als ondernemer is het niet duidelijk, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen die bij een UWV werken, of dat het niet eens duidelijk is hoe het allemaal werkt. Dus ik denk dat daar nog heel veel winst te halen is. Om ook die weg voor die arbeidsparticipatie groter te maken. Dus dat is wel een grote... Ja. Nou ja, goed, en de andere kant is... Kijk, ik hou van disruptive zijn, om de zaak op te schudden. Dus ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Hè? Dus ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf ook kiest. Van, hey, wil ik ook iets anders? Wil ik eens een keer de zaak veranderen? Dan is dit een hele mooie manier. Ja, ja. En ik kijk eventjes nog naar mensen in de chat, want zijn er nog vragen? Jeroen die stelt er één. Oh, dat is een vraag van literatuur waarnaar verwezen wordt voor vanavond allen. Als je nog een vraag hebt, stel die dan nog in de chat. Dan kunnen we daar aandacht aan geven. Hebben jullie zelf nog een hulpvraag? Want Douwe-Jan, jij bent in een grote verbouwing. Ik zei in het voorgesprek, ik ben op zoek naar een goede bouwer. Tijdens het gesprek heb ik een aantal... aanmelding gekregen voor een aantal bouwvakkers. Dus dat komt goed. Mooi. Mooi. Kunnen wij jou nog ergens mee helpen? Ja, koop onze koffie, zou ik zeggen. Nee hoor, dat moet je sowieso doen. Koop onze koffie. Nee, voor de rest niet. Ga vooral een samenwerken met elkaar. Ja. Jan Willem, hebben we alles aangegeven wat je zou moeten weten als je wil gaan impact ondernemen? Nou, of we alles hebben aangezet wat je moet weten, dat lijkt me moeilijk. Maar ik denk dat we een heel mooie introductie hebben gehad. Mooie persoonlijke verhalen van Adriaan en Douwe-Jan, echt gaaf om te horen. En wij zullen allebei vanuit onze eigen organisatie, VNOTW en Impact Noord, ook nog een mailing gaan we nog sturen. Met linkjes naar nieuwe evenementen binnenkort. Zaken waar je die ook langs zijn gekomen in de chat. Zoals het manifest Nieuwe Economie, bij de City Deal, dat soort onderwerpen. Als je eenmaal begint, er is onwijs veel te lezen en te vinden over dit onderwerp. En dat is misschien nog wel leuk om even te melden. Ik noemde net al even die City Deal. Er is echt in Nederland op dit moment wel een heel grote beweging aan het groeien op dit onderwerp. Ik denk dat we nu net een beetje voor de echt grote golf zitten. En die City Deal, dat is een instrument van de Rijksoverheid om samen met een heleboel partijen, waaronder gemeentes, provincies, maatschappelijke instellingen, hogescholen, universiteiten, banken, om van dit onderwerp impact ondernemen, om dat echt in de versnelling te brengen. Wij met Impact Noord doen daar ook aan mee. Gemeente Groningen, gemeente Emmen en Helstende, Hans Hogeschool zit ook allemaal in die deal. Dat gaat de komende 3 jaar lopen, dus dat is ook niet een klein project. Volg dat soort onderwerpen. Wij zullen daar ook regelmatig over berichten. Wil je meer weten, kun je natuurlijk altijd op onze site kijken of op die van VNO nieuwsbrief volgen. En ja, wat al gezegd werd, als je eenmaal gaat googlen, dan raak je snel verstrikt in een heel web van een heleboel interessante artikelen, linkjes, films, boeken enzovoort. Ja, ja, en we zien ze ook in de chat voorbij komen. Ondertussen had Jelly van de provincie Drenthe de vraag van, goh, wat kunnen wij als provincie nou betekenen?
We helpen elkaar, want ondertussen heeft Zo al een 3-4 antwoorden gekregen. Ik hoop, heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Jan-Willem? Of zeg jij, nou, die antwoorden zijn hartstikke goed en Jelly kan daar vast mee uitvoeten? Ja, er zijn sowieso hele goede antwoorden. Dus wat goed is om te melden, is dat er in de provincie Drenthe net een economische agenda is voorgesteld voor de komende 3 jaar om aan de slag te gaan met impact ondernemen. Dus daar is heel erg actief over nagedacht. Die is ook gepubliceerd, dus ik zal, als ik straks niet aan het praten ben, even de link opzoeken en die in de chat delen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jan-Willem. Heren, ik ga naar jullie toe. Ik hoorde jullie zeggen dat partnerschap, zoeken van samenwerkingen heel belangrijk is. Dat het belangrijk is om als onderneming een inner circle, een veilige haven te creëren voor iedereen die aan het werk is. Ik hoorde jullie zeggen dat passie, actie en visie belangrijk is. Dat het ook goed is om te vragen aan je afnemers, goh, wat is die sociale winst jou waard? Omdat je het dan concreet en tastbaar maakt. Ik hoop dat ik dat zo enigszins kort goed heb kunnen samenvatten. Douwe-Jan, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ik denk dat dat klopt. Ga het gesprek aan. Hè? Communicatie is een sleutel van het leven. Zo begon ik volgens mij ook. En dat is in elke relatie het belangrijkste. Of je nou werknemer, werkgever bent. Of dat je klant en leverancier bent. Ik denk dat dat gesprek moet je aangaan. En vanuit daar verder. Ja, mooi. Adriaan, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, zoek samenwerkingen. Wij hebben dit alleen maar kunnen bereiken doordat we een samenwerken met elkaar. En alleen had ik dit nooit kunnen bereiken. Dus wat Douwe-Jan zegt over die inner circle, zeg maar. Zo is dat bij ons ook. We hebben gewoon een heel mooi team met hele mooie mensen die de schouders eronder zetten. En alleen kan je toch niet. Dus ga vooral samenwerken. Mooi. Mooi, dank jullie wel, heren. Heel veel succes ook met ene kant de verbouwing en aan de andere kant al die koffie die je straks heel door Nederland gaat drinken, Adriaan. Ik wil graag naar de vervolg-event, want wil je meer weten? Naast vanavond heel veel googelen en huiswerk, hebben we ook een aantal vervolg-events. En die komen, als het goed is, zo in beeld. Want dat zijn er een aantal, veranderkracht van accepteren en loslaten. Hoe pik jij een glaasje mee uit het EU-fonds? 8 april opnieuw motiveren buitenspel geraakte medewerkers, maar ook het Impact Café over financiering. 21 april Impact Intro, kennismaking met Impact Noord. 22 veerkracht en koers op het nieuwe normaal. En 22 april de ledenbijeenkomst over duurzaam groeien. Dus wil je hier verder over doorgaan, dan ben je van harte welkom. Om daarbij aan te sluiten. En dan heb ik nog 2 vragen aan jullie. En de eerste vraag is dat we benieuwd zijn hoe je naar dit verhaal eigenlijk aankijkt tegen impact ondernemen. Dus er komt nog 1 vraag in beeld. Hoe kijk je nu aan tegen impact ondernemen? Is dat leuk om er meer over te leren? Ik ga morgen... Ja, ik... Maar nu wil ik meer weten. En dan gaan we naar de uitslag. Het resultaat. Leuk om er meer over te leren, zegt 70%. Ik ga morgen direct mee aan de slag. Graag, en nu wil ik meer weten. Dan gaan we naar de laatste vragen. Michelle neemt van het afscheid. Dankjewel voor je komst, Michelle. Wat vond je van de bijeenkomst? Toch even een evaluatie on the spot, waarbij ik vooraf zeg, excuses voor mijn verkeerde, slechte internetverbinding. Dat is heel raar. Wat vond je van de bijeenkomst? Saai, wel aardig, inspirerend of geweldig? Nou, dit is hartstikke fijn, want we wilden inspireren over impact ondernemen en achter. Dat we dat hebben gezien. Degene die zegt wel aardig, geef ook vooral in reactie op de mail aan wat jij nog meer verwacht. Want dan kunnen we ook in een volgende event daar wellicht op inspelen. Dus
Dat zou een advies zijn. Wil ik jullie bedanken voor het kijken thuis. Wil ik VNO-NCW, MKB Noord en Impact Noord bedanken voor het mogelijk maken van deze meeting en die eerste kick-off samenwerking. En Adriaan en Douwe-Jan, er komt iets lekkers jullie kant op. Het is heel groot, heb ik gehoord, en het heeft impact. Bedankt voor het kijken, jullie deelname. Jullie ontvangen een mail met een link van ons. En tot een volgende keer.